welkom bij mijn allerlaatste video van 2018. Mijn naam is Julie en vandaag blik ik samen met jullie terug op mijn hoogtepunten van 2018. We beginnen bij een van de meest onverwachte dingen die ik dit jaar heb mogen doen. En dat is namelijk mijn blind date bij M&M. Wel, ik ben nu bij M&M. En ik ga een soort van blind date doen. Maar ik zou een hartje meenemen. M&M. Op een zondagavond werd ik random gecontacteerd om de volgende dag deel te nemen aan een blind date bij M&M. We zouden samen niet zitten, elkaar beter leren kennen. En nadien zou er een kleine quiz volgen op de radio. Oké, we zijn hier bij M&M, dames en heren. Dit is Michael. Hij was mijn blind date vandaag. En ja. Okay. Ik vond het bijzonder en ook hilarisch. Ja. Michael is echt speciaal. Dank u, dank u. Nee, het was leuk, het was leuk. Ja, super. Het was gek, maar leuk. Ja, inderdaad. A few moments later. Wij weten al wie de winnaar is en Julie heeft gewonnen. Oh! Dus Julie gaat naar huis met cinematickets. Ah, zalig. Een geweldige ervaring en een fijne herinnering aan 2018. 2018 was ook het jaar waarin ik mijn allereerste kortfilm maakte. Ik heb de kortfilm 2 keer moeten opnemen omdat er bij de eerste een paar technische fouten waren. En ook de tweede was niet 100%, maar op YouTube is dat toch al meer dan 20.000 keer bekeken en dat is gewoon geweldig. 20.000 mensen hebben de kortfilm gezien. Dikke merci aan iedereen die gekeken heeft en uiteraard ook een dikke merci aan iedereen die geholpen heeft aan het maken van de kortfilm. En actie! Ja, wat het ding is, eens dat ze zegt laat me met rust, komt ze juist in het kadrage. En... jammer, hè? Ja, erg, hè? Kut, geen probleem. Blijf het aanhouden. We gaan nu bijkadreren op Jana. 3, 2, 1, actie! Oké, it's a wrap! Hey! 2018 is ook het jaar waar ik een van mijn idolen heb mogen ontmoeten. De man die mij geïnspireerd heeft voor YouTube. De man naar wie ik opkijk op vlak van YouTube. Natuurlijk heb ik het over de populairste Nederlandstalige YouTuber aller tijden, Enzo Knol! Hey Enzo, kijk onze ontmoeting naar de film. Ja, tuurlijk man. Oh, super! Ik sta hier naast Enzo Knol, kun je even abonneren voor mij zeggen? Ja, tuurlijk. Vergeet niet allemaal te abonneren. Hier beneden. Dankjewel en abonneer voor meer. Abonneer voor meer. En nu slag je. Oh, dankjewel. Dat doe ik altijd, hè? Ik kan hier eventueel zo'n hele grote handtekening zetten. Hele grote? Ja, voor mijn kamer. Oké. Okay. En echt oneindig veel respect. Ik ben zelf aan het vloggen, ik wil dagelijks vloggen, maar dat gaat echt niet. Dus nee. Echt wel echt mooi dat je dat elke dag doet. Ja, super, dat is goed om te horen. Oh, super. Niet doorverkopen dan? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft, hè. En zoals jullie al hebben kunnen zien, heeft zijn handtekening een heel mooi plaatje aan mijn muur in mijn kamer. Op 8 december 2018 werd de allereerste grote kampioenen fanquiz georganiseerd in Limburg. Nu, oorspronkelijk was ik te laat voor de inschrijvingen. Dom. Maar de dag zelf kreeg ik een bericht van iemand. Hij had zich ingeschreven met zijn team. En daar hadden 2 teamgenoten afgezegd. Dus hij vroeg, Julie, ik heb filmpjes van u gezien op YouTube. Zie jij het eventueel zitten om deel te nemen met ons? Ah, ik was in de zeemde hemel. Ik dacht, ja, geweldig. Dus ik heb Tatjana meegenomen. We zijn samen naar die kampioenenquiz gegaan en... Man, wat een geweldige avond. Alles stond in het teken van de kampioenen. Maar het beste moet nog komen, want onze ploeg, FC De Knokkers, shout-out, heeft de allereerste editie van de grote kampioenen van quiz gewonnen! Woehoe! Dames en heren, we zijn er bijna voor de laatste keer
de knokkers. Ik weet niet of er in dit land betere kinderen zijn dan de kampioenen. Dubbel niet verdiend. Alsjeblieft. FC de knokkers. Nu, een leuke anekdote aan die avond is eigenlijk, Niels de Stadsbader was daar ook aanwezig, incognito, dus niemand wist dat. En zijn team is derde geëindigd. Maar dus als je goed nadenkt, wij zijn eerste, hij is derde, dus we hebben Niels de Stadsbader gewoon verslagen. Man, hoe geweldig is dat? Niels is een van mijn Vlaamse idolen. Ik vind, zijn acteerwerk, zijn zangprestaties, zijn presentatiewerk, ik vind het gewoon geweldig. En ja, dat is echt wel nice dat ik dat kan zeggen van, ik heb mijn idool verslagen. Ah! Ja man, 2018, ik heb Enzo Knol ontmoet en Niels de Stadsbader. Met één blik, met één lach, maakt ze van elke dag. Een week later was er opnieuw een kampioenenquiz, deze keer in Turnhout. En ja, daar hebben wij ook gewonnen. Maar de prijs was echt geweldig, dat was een gesigneerd kampioenentruitje met de handtekeningen van Paul en Xavier. Het truitje van FC de Kampioenen, getekend door Xavier en Paul. Maar goed, het hoogtepunt van 2018. En dat is echt niet om melig te doen of om te zitten slijmen, maar ik meen dat gewoon uit de grond van mijn hart. En dat is gewoon, ja, alle momenten die ik met mijn mama heb mogen meemaken. Dat was de afgelopen 20 jaar niet anders. En dat zal de komende 100.000 jaar ook niet anders zijn. Mama, I love you. Merci mama, ja bedankt voor alles. Thank you so much, gracias. Mama, je bent de enige hier nog voor mij. Je maakt mijn leven compleet gelukkig en blij. Wat zou ik hier nu toch zijn alleen zonder jou, zonder jou. Mwah! Van jou, goed schatje. Volgende maand is het mijn 100ste vlog. Als jullie leuke ideeën hebben dat je kan doen tijdens die 100ste vlog, laat ze maar achter in de comments. En wie weet beleef ik dankzij jullie een magische 100ste vlog. Eind 2017 had ik een doel. En het laatste puntje op mijn bucketlist voor 2018 heeft iets met YouTube te maken en daar kunnen jullie voor zorgen. Ik zit momenteel rond de 330 abonnees en ik zou graag de 500 abonnees halen in 2018. We zijn nu een jaar later. Is het ons gelukt? Ik heb de 500 abonnees gehaald. Oké, deze week hebben we de 600 abonnees gehaald. Ik heb 701 abonnees gehaald. Ik heb de 800 abonnees bereikt. En of het gelukt is, dikke merci allemaal. Dit doet mij zoveel plezier. En natuurlijk is het doel om in 2019 de 1000 abonnees te halen. Normaal gezien zou het moeten lukken. We staan op 850 abonnees. Maar ik ga toch proberen om elke week mijn best te doen om zo'n leuk mogelijke vlog online te zetten. En natuurlijk niet vergeten, elke zaterdag om 15 uur een gloednieuwe vlog op dit kanaal. Kom naar de 1000 abonnees! Yeah! Zo, dit was de laatste video van 2018 op dit kanaal. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En uiteraard blijft de gouden regen van dit kanaal. Abonneer voor meer! Abonneer voor meer! Abonneer voor meer! Abonneer voor meer. 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 Uiteraard, abonneer voor meer. Dat is een mooi gebaar. En dan zie ik jullie met veel plezier terug in het volgende jaar. Bye bye.